In deze video laat ik je de app Monsters zien van TinyBob. Zij hebben een app gemaakt waarbij je je eigen monsters kunt maken. Dit past natuurlijk erg goed bij de Kinderboekenweek 2017. In de app maak je een profiel aan en daarna kun je aan de slag gaan. Het leuke is, de hele app is in het thema van de monsters. Wat ik zou doen, is dat je elk kind in je klas een monster laat maken. Dus je maakt een klasaccount aan en je gaat met elk kind een monster maken. Nou, ik laat je in deze video even zien hoe dat werkt. Voordat je hem koopt, kun je dan even rustig kijken of dit iets is wat jij wilt gebruiken. Het is ook leuk om natuurlijk met de woordenschat of met taalontwikkeling bezig te zijn door alles te omschrijven. Je kunt het namelijk over ledematen hebben, ogen, nou ja, alles wat er op het lijf van een monster zit. Het allerleukste is dat je uiteindelijk ook nog eigen geluidjes kunt opnemen bij het maken van het monster.